here we go. In deze handleiding gaan we het hebben over het beheer van vragen, het maken van een nieuwe categorie van vragen. Ga in het blok beheer, klik op vragen. En klik dan op het tabblad categorieën. Scroll een beetje naar beneden. En vul een naam in voor de nieuwe categorie. Geef daarna wat informatie over deze categorie. En klik dan op Maak een nieuwe categorie. Scroll een beetje terug naar boven. En klik op het tabblad Vragen. In het lijstvak Categorie vind je de standaard en de nieuwe categorie. Klik op de nieuwe categorie. Dan kan je bij Kiezen vraag een type vraag kiezen. Zoals je ziet zijn er zeer veel vraagtypes mogelijk. Voorlopig echter zijn er nog geen vragen in deze categorie toegevoegd.